Shopify dropshipping. Je wordt er al jaren mee geconfronteerd. Je ziet het al sinds Joshua Kahn, sinds 2017. Maar wat is nou de echte waarheid van dropshipping? Waarom zijn er nou al dat soort goeroes, waaronder ook ik, al wil ik mezelf niet zo profileren natuurlijk, die jou proberen te laten starten met Shopify dropshipping? Waarom is het nou zo'n goed businessmodel en waarom zou je er zelf ook mee aan de slag moeten gaan in 2024? En dat ga ik je precies vertellen. Ik ben in 2020 ben ik zelf begonnen met Shopify dropshipping met een middelbare schoolvriend. En de reden waarom ik begonnen ben met Shopify dropshipping is omdat het toen het beste businessmodel was. Er was weinig concurrentie, er waren weinig goede dropshippers. Het was COVID, dus webshops schoten destijds echt door het dak heen en die gingen echt als een raket. Nou, inmiddels 4 jaar later zijn er enorm veel coaches bijgekomen, enorm veel webshops die gestart zijn, enorm veel webshops die ook gefaald zijn. En ik ga je precies vertellen waarom Shopify dropshipping nog steeds een uitstekend businessmodel is om te doen, maar op een andere manier. Want de tijden dat ik begon met Shopify dropshipping werkte ik zelf nog met AliExpress leveranciers. Nou, dat kan natuurlijk in 2024 niet meer. Al kan je AliExpress nog wel voor je product research gebruiken, ja, werk je in 2024 gewoon echt met agents. Dus het is echt veel belangrijker om met agents te werken. En wat zijn agents nou precies? Dat is gewoon ook weer een tussenpersoon die zorgt ervoor dat de levertijd een stuk sneller is. Dus mocht je op zoek zijn naar zo'n agent, stuur me even een berichtje op socials en dan stuur ik die gratis naar je toe. Want dat zeiden, met die agent heb je de snelle levertijd, hogere kwaliteit producten, kun je ook branding toepassen. Het is een stuk moeilijker geworden om Shopify dropshipping te doen dan 4 jaar geleden. En daar ben ik compleet eerlijk met je in. Maar dat betekent wel dat jij dus beter moet worden als ondernemer. En dat er dus betere mensen, betere webshops komen en al zijn dan een aantal jaar terug. Want er zijn gewoon tijden geweest dat mensen gewoon zo'n klein productje verkochten, maar op de website zo'n groot product laten zien. En bijvoorbeeld mensen die ook no-shippen. Nou, wat is no-shippen nou precies? Dat is mensen die gewoon hun producten probeerden te verkopen zonder dat ze leveren. Wat natuurlijk gewoon een scam is. En dropshipping heeft natuurlijk al geen goede naam vanuit AliExpress. Maar eigenlijk komen alle producten die ik hier ook zie, die op mijn tafel staan, die in mijn villa in Bali zijn, komen uiteindelijk ook uit China. Dus ja, het is helemaal geen ramp dat je producten uit China verkoopt. Maar er is natuurlijk iets anders wat ik je wil vertellen over de waarheid van Shopify dropshipping. Ja, advertising. Advertising is in de afgelopen 4 jaar gewoon een stuk duurder geworden. Of in ieder geval, de kosten zijn hoger geworden om 1000 mensen te bereiken. Op Facebook, op TikTok is dit zo en op Google is dit ook zo. En daarom is het steeds lastiger om winstgevend te gaan adverteren. Nou, hoe kan je nou wel winstgevend gaan adverteren in 2024? Creatives zijn hierin super belangrijk. Want de tijden dat je gewoon copy-paste van je concurrent een foto of een video-advertentie kan kopiëren, kan nakken en een ad-copy kan lanceren, en dat je het winstgevend kan gaan schalen, die tijden zijn helaas voorbij. Maar dat betekent wel dat je dus in 2024 betere video-ads kan doen. Nou, hoe maak je deze zelf? User-generated content is super interessant om dit te laten doen voor jouw producten. En daarom ga je dus meer aan de slag met branded dropshipping. En maak je dus echt een pagefly page. Nou, wat wil ik daarmee zeggen? Of een jam page of wat dan ook. Is gewoon echt een branded niche store eigenlijk. Dus het is nog steeds een soort general store, alleen dan met het tintje. En je gaat iets dieper in op het product. En je maakt dingen gewoon een stuk beter. Dat betekent wel dat het testen van producten je iets meer tijd kan kosten. Of iets meer geld. En dat is aan jou om te bepalen welke van de twee er staat. Als jij beginner bent, raad ik je sowieso aan om video ads te leren via AI en via CapCut. Daarin kan je gewoon heel makkelijk video ads gaan maken en kan je producten op laag budget gaan testen. Ik zou zeggen, kies één platform om je producten op te gaan testen voor Shopify dropshipping. En Facebook is daarin echt het grootste platform. Dat raad ik je ook aan om Facebook te gaan gebruiken voor Shopify dropshipping. Oké, alleen nu gaan we richting budget. Nou, hoeveel budget heb je nodig? Heb je 100 euro per maand, 200 euro per maand? Ja, er zijn gewoon een aantal kosten waar je rekening mee moet houden. En voornamelijk gaan die over die advertising kost. En dat raad ik je eerlijk gezegd echt wel aan om tussen de 500 en 1000 per maand te investeren voor een langere tijdperiode. En ja, je weet niet wat je eruit terugkrijgt, maar je gaat er heel veel uit leren. Van product research, wat super belangrijk is.
En wat op de dag van vandaag een stuk makkelijker is geworden door verschillende product research tools, door Facebook Ads Library, door AliExpress, door Amazon, door Bol, door allerlei verschillende platformen die jou kunnen helpen met het vinden van de juiste producten. Dus daar heb je geen excuses voor. Dus laten we zeggen dat je die 500 euro per maand test aan producten. Dan zou ik je aanraden om elke maand minimaal 20 producten te gaan testen. Oké? En ja, sommige mensen zullen echt testen, test 5 producten per dag of 10. Tuurlijk haal je dan beter resultaten, maar je wil in het begin zo min mogelijk kapitaal erin steken. Omdat ja, dropshipping is dus zo'n businessmodel waarbij je dus minder risico wil nemen. En als je dus die 20 producten per maand test voor 6 maanden lang, dat is wat ik je aanraad, ga je dus alles zo goed mogelijk doen. Je gaat 20 producten vinden en je gaat heel kritisch zijn op het vinden van deze winstgevende producten. Nou, weet je niet hoe je deze winstgevende producten kan vinden? Ik heb superveel video's gemaakt over product research op mijn kanaal. Dus check die zeker even na mijn video. Daarna maak je één keer goed je website. Een branded general store. Oké? Daarna ga je door naar je product page. Je hebt dus je product gevonden, dus dan ga je met de foto's bezig, met de prijs, met de vergelijkingsprijs en de productpagina. Je gaat kijken welke marketingsangle je gaat gebruiken voor je product. En zo kan je uiteindelijk ja, je hele delivery goed zetten, je hele backend. Dan gaan we richting marketing en dan kies je dus een platform. Nou, wat ik je dus aanraad in 2024 is nog steeds om Facebook gewoon als main inkomen te gebruiken voor Shopify dropshipping. Oké? Alleen je creative gaat hier een super belangrijke rol in spelen. En ga je dus zelf creatives maken via CapCut. En via AI die je daarbij kan helpen, via CapCut bijvoorbeeld. Oké? Super belangrijk om te leren van andere concurrenten die al super hard bezig zijn met hun business. En dat hoeven geen Shopify dropshipping stores te zijn, maar dat kunnen ook gewoon brands zijn waar je van kan leren. En kijken wat hun doen en kijken hoe je dat zelf beter kan doen voor je ads. En zo ga je eigenlijk die 20 producten per maand testen. En hetgene wat aanslaat, ga je verder op door. Nou, in welke categorie zitten deze 20 producten nou precies? Ik zou je aanraden om 3 tot 5 niches te pakken en te kijken welke niches voor jou het beste aanslaan. Want als je je puur gaat focussen op één niche, bijvoorbeeld fashion, ja, dan weet je misschien nog niet eens of dat voor jou werkt, of dat wel echt jouw markt is. Maar als je er een paar pakt, 3 tot 5, dan heb je dus verschillende niches die je test en dan kan je zien wat het beste bij jou past. En dan kan je uiteindelijk, als er een product aanslaat of meerdere producten uit een niche aanslaat, kan je van die general branded store, kan je gewoon een niche store gaan maken en kan je verder gaan op dat product. De Shopify dropshipping werkt uiteindelijk nog steeds in 2024. Maar als je rekening houdt met alle principes die ik je vandaag heb gedaan, heb laten zien of verteld, dan ga je erin slagen. Dus stukje product research, stukje website design, stukje ads draaien en stukje creatives. Als je focust op deze vier dingen, ga je wel slagen met Shopify dropshipping. En alsjeblieft, kijk het niet naar als een get rich quick scheme, want je moet dit echt long term gaan zien. En vanuit dropshipping kan je natuurlijk je eigen brand gaan bouwen, wat de hele bedoeling is. Nou, ik hoop dat je deze video super waardevol vond en ik check je weer in een nieuwe video. Ciao, ciao.